Ja, vandaag hebben we meegenomen een nieuwe M4 Cabriolet. Een BMW die uitgevoerd is met het Competition Package. En dat package zorgt ervoor dat je meer vermogen hebt, namelijk 450 pk in totaal. En die auto heeft meer grip, is meer gebruik voor het circuitgebruik, want hij heeft een aangepast race differentieel op de achteras. Ja, hij heeft dan ook hier en daar nog wat design elementen die ervoor zorgen dat die auto nog meer racy toont dan dat hij al was. Ja, en in deze kleur Snapper Rocks Blue, een BMW individuaal kleur voor de M4. On special request verkrijgbaar op deze auto. En dan ook nog eens uitgevoerd met het Shadowline pakket. Wat we hier zien ook aan de grill. Die is hoogglans zwart. Dan zie je in de koplampen van de nieuwe M4 met Competition Package een wat donker design. Zorgt echt wel voor een wat stoerder uiterlijk. Ja, en waar je die M4 Competition Package ook nog eens aan kan herkennen, dat zijn die 20 inch lichtmetalen velgen. In het design van de M4 GTS velgen. Helaas niet met dat oranje randje aan de binnenzijde van die velgen, maar het toont al zo ontzettend racy en speciaal. Achter die remschijven, of achter die velgen, bevinden zich dan die carbon keramische remschijven die een prijs kennen van €7.795. Bizar veel geld. Maar zoveel meer remkracht, zeker als je die auto op het circuit gebruikt, ja, heb je daar echt profijt van. Die kan je overigens herkennen aan de gouden remklauwen die hierop zitten met dat BMW M logo. Ja, enorme schijven trouwens, bizar. Nou, hier dan nog eens dat Shadowline pakket met die hoogglanszwarte luchtinlaatsleuven. Ook weer de raamlijsten, hoogglanszwart. En dan met die kleur, hè? Snapper Rocks Blue, wat wel een gewaagd tintje is voor deze zomer, maar ik vind het hem wel goed staan. In combinatie met een individuaal lederen interieur in de kleur opaalwijs. Ja, gewaagde combinatie, maar hij kan het hebben, wat mij betreft. Op de LCI, de Lifecycle Impulse 2 van de M4, zien we trouwens die nieuwe LED design achterlichten. Ziet er ook een stuk beter uit als de eerste versie van de M4. En die M4 Competition Package kan je dan ook nog eens herkennen aan die zwarte uitlaateindpijpen. Dat is namelijk een BMW sportuitlaat. En die klinkt echt wel heel erg lekker hoor. Ik zal hem even starten voor je. M4 een beetje een leuk geluid, wat plofjes uit de uitlaat. Hij is begrensd in stilstand, dus echt scherp doorhalen kun je niet. Maar als je rijdt, dan is dat geluid zoveel beter. Het lijkt een beetje op het geluid dat we kennen van de E46 M3. Ja, en dat is eindelijk weer terug. Je moet die sportuitlaat echt hebben op die M4. Als we nog even om die auto heen lopen en in het interieur kijken, dan zien we dat die afwerking wel echt van een niveau is waar je u tegen zegt. Want kijk eens naar dat dashboard, volledig leder uitgevoerd. Een optie die dik €1600 kost overigens. En dan zie je hier ook nog eens die carbon interieurlijsten. Met daaronder een black chrome interieurlijstje als accent. Wat je ook weer terug ziet hier in de deurlijsten. En dan die combinatie, hè, van dat zwarte met dat witte. Ja, zo ontzettend gaaf. Een beetje fout is het wel. In de M4 Cabrio zijn overigens ook nog eens aircollar schijven. Optioneel verkrijgbaar en die zorgen ervoor dat je dus wat warme lucht in die nek krijgt als je dus lekker aan het rijden bent, als het niet zo heel erg warm is. Nou, dan hebben we hier een totaalplaatje. We hebben hier een M4 Cabriolet met Competition Package, met keramische schijven, een individuaal lakkleur op de auto, Snapper Rocks Blue, individuaal lederen interieur en een lederen dashboard. Dan kost dat ding €149.000, bizar veel geld voor een auto als deze. Maar dat komt al eigenlijk allemaal door dat Nederlandse kenteken wat hierop zit. €30.000 BPM en €20.000 BTW, wat zo naar de Belastingdienst en de Nederlandse staat gaat. Ongelooflijk, want als je nou in een land woont als Monaco, kost zo'n auto 50 mil minder. Hebben we het over een kleine €100.000. Hoe gaaf is die dan? In deze kleurencombinatie wel gewaagd, als jij hem aandurft, is die voor jou.